Dinsdag 8 oktober is er in Woerden een informatieavond en een debat over klimaatverandering en energietransitie. De avond wordt georganiseerd door de stichting Clintel en door de fractie Bakker van de gemeenteraad van Woerden. Door middel van een presentatie door Clintel en een debat door een aantal deskundigen, willen de organisatoren een antwoord krijgen op de vraag of en hoe een klimaatneutraal Woerden in 2030 gerealiseerd kan worden. De media wordt momenteel gedomineerd door allerlei zaken die te maken hebben met het klimaat. Klimaatmarsen, demonstraties, iedereen heeft een mening. De avond begint met een presentatie van de bekende wetenschapper Marcel Krok. Daarna zal er een debat volgen met professor Dr. Harmen Verbrugge, oudraadslid Theo Peters en ingenieur Henk Hogendoren. Graag roep ik jullie op om daarbij aanwezig te zijn. U kunt zich aanmelden via office.clintel.nl. Ik zie u dan. De avond start om half acht in de raadzaal van het gemeentehuis van Woerden. Iedereen is daar van harte welkom.